De afgelopen dagen hebben we het over uitdemen. Ophopenden van vocht en andere stoffen, in het geval van lymfuitdemen, ophoping, een slechte verdeling van vocht en eiwitten in je lymfe. En bij lipuitdeem, de ophoping en slechte verdeling van vocht en vetten in je lichaam. Daar hebben we het deze dagen over. Dit is een aandoening. Lymf- en lipuitdeem waar heel veel mensen en vooral vrouwen last van hebben. Dit komt doordat het lichaam dag in dag uit beschadigd raakt. Dat celmembranen in het lichaam dag in dag uit beschadigd raken. Wanneer onze voeding tekort schiet in stoffen welke deze schade helpt herstellen, dan kunnen ophopingen van vocht en eiwitten in je lymfe ontstaan en vocht en ophopingen van vetten in je vetweefsel ontstaan. Dit is dus het gevolg van schade. Dat weten we echter niet. We zien uitdeem als een ophoping van vocht, vooral een vasthouden van vocht, vochtretentie in ons lichaam en een slechte verdeling van vocht in ons lichaam. En we snappen, horen en begrijpen en weten en leren dat dit het gevolg is van een opstapeling van afvalstoffen in ons lijf. We weten dat meer inspanning dan ontspanning, dus bijvoorbeeld lange dagen, korte nachten of veel spierinspanning en weinig rust, of slechte voeding en weinig goede voeding, dat meer inspanning dan ontspanning creëert in onze dag en meer slechte stoffen en afvalstoffen creëert in ons lijf, welke vervolgens ons lijf kunnen beschadigen. We leren lezen, weten en denken te weten dat deze afvalstoffen verdund moeten worden en afgedreven worden en dat ons lijf dat kan. Dat klopt ook. Maar we denken, horen en leren en lezen en gaan daar ook van uit dat middels de regelmatige consumptie van vocht dit geregeld kan worden. Deze verdunning en deze afvoer van afvalstoffen en dat vervolgens jouw filterorganen zoals jouw nieren en jouw lever de rest doen. En dat klopt ook wel voor een groot deel, maar wat leren wij niet? Dat de opname van vocht in jouw lijf en de verdeling van vocht in jouw lijf afhangt van de conditie van jouw celmembranen, de conditie van jouw darmwand. Dus de conditie van de barrières waar dat vocht wat jij drinkt doorheen moet voordat dit aankomt in de weefsels waar de afvalstoffen liggen, welke verdund moeten worden en afgedreven moeten worden. Wij leren dus niet dat de consumptie van vocht niet voldoende is om de aanwezigheid van vocht, het aankomen van vocht in jouw lijf te kunnen garanderen. Dat het drinken van vocht ook niet de stroming van vocht naar die weefsels garandeert waar de afvalstoffen aanwezig zijn. Wij denken dat daar de regelmatige consumptie van vocht voor nodig is, maar enkel dat schiet tekort wanneer jouw voeding tekort schiet in stoffen welke de schade in je lijf helpt herstellen. Want schade aan celmembranen betekent tevens schade aan die barrières waar het vocht dat jij drinkt doorheen moet om het vocht aan te laten komen bij afvalstoffen en om zwellingen, uitdemen te kunnen voorkomen. Wij moeten dus leren, dat heb je de afgelopen dagen ook al begrepen, welke stoffen onze voeding moet bevatten om de schade welke ten grondslag ligt aan een slechte vochtverdeling, slechte vetverdeling in ons lijf, een ongeremde groei van ons vetweefsel en aan de aanwezigheid van eiwitten in onze lymfe, om dat te kunnen herstellen, deze schade. En ook zoveel mogelijk te kunnen voorkomen. Het feit dat zoveel mensen uitdemen hebben, lymfuitdeem of lipuitdeem, betekent dat zij tekorten hebben in hun voeding, in deze stoffen, welke de schade, welke de ten grondslag ligt aan hun uitdemen, kan helpen voorkomen. Wanneer zij meer gaan drinken, omdat ze uitdemen koppelen aan een opstapeling van afvalstoffen, welke verdund en afgevoerd moeten worden, merken ze dat meer drinken niet helpt en dat hun uitdemen daardoor niet verminderen en zelfs alsnog kunnen toenemen.
dan denken we dat dat vervolgens aan de doorbloeding ligt. Dat wanneer wij vocht drinken, maar niet voldoende in beweging zijn, of wanneer we wel in beweging zijn, maar dat er in ons lichaam een bepaalde blokkade heerst, waardoor ondanks onze beweging de bloedstroming niet goed verloopt, dat daardoor deze slechte verdeling van vocht en bijvoorbeeld de slechte verdeling van vetten ook ontstaat. En dan gaan wij bijvoorbeeld flink bewegen. Of wij gaan dure massages gaan wij ondergaan. Heel leuk en aardig. Maar helaas de schade welke ten grondslag ligt aan uitdeemvorming. Schade aan jouw celmembranen welke een goede vochtopname, een goede afdrijving van afvalstoffen. En ook het tegenhouden van eiwitten. Dat deze in jouw lymfe belanden, een goede regulatie van jouw vetweefsel, een verbranding van vetten zodra jouw vetcellen vol zitten en dan niet vervolgens alsnog een toename van vetten, het stopzetten van celdeling in jouw vetweefsel, dit allemaal kan geregeld worden zolang jouw celmembranen maar intact zijn. Zijn jouw celmembranen niet intact, dan kan de vochtopname in je lijf, de vochtverdeling in je lijf, de afvoer van afvalstoffen in je lijf, de aanwezigheid van eiwitten in jouw lymfe, de toename van vetten in jouw vetweefsel, een versnelde ongereguleerde deling van vetten in jouw vetweefsel, vetcellen in jouw vetweefsel, kan helaas dan niet geregeld worden wanneer jouw celmembranen niet intact zijn. Heb jij lymfuitdeem of heb jij lipuitdeem, dan duidt dit op schade aan jouw celmembranen. Dan zou vocht drinken niet helpen, zou calorievermindering niet helpen, zou het weglaten van vetten in je voeding, zou een vermindering van calorieën in je voeding, zou veel spotten of allerlei massages gaan ondergaan, zou niet helpen, want daardoor kunnen beschadigde celmembranen niet hersteld worden. Deze dagen leer je wat je voeding moet bevatten om de schade welke ten grondslag ligt aan jouw uitdemen, om die te kunnen herstellen en dus de verdere uitdeemvorming tegen te gaan en hopelijk ook op den duur, wanneer je die voeding goed blijft aanhouden en jouw celmembranen, waar ze wel weer beschadigd zullen raken, weer tijdig hersteld kunnen worden, uitdeemvorming ook teruggedrongen kan worden. Eergisteren heb je geleerd dat de stoffen aanwezig in groenten bijdragen aan het vormen van de suikerantennes, waardoor jouw celmembranen beschermd worden tegen beschadiging. Deze suikerantennes zijn ketens van suikers, welke gevormd kunnen worden met de stoffen uit groenten, gekoppeld aan membraaneiwitten en membraanvetten, en maken dus deel uit van jouw celmembranen. Zijn jouw celmembranen niet intact en komt daaruit uitdeemvorming voort, dan moeten jouw cellen dus wel weer in staat zijn glycoproteïnes en glycolipiden, dat zijn membraaneiwitten en membraanvetten met beschermende suikerketens, om die weer te kunnen vormen. En daar is de consumptie van groenten voor nodig. Dat heb je eergisteren geleerd. Gisteren heb je geleerd dat membraaneiwitten en ook de glycoproteïnes, de membraaneiwitten met die suikerketens, dat die alleen maar gevormd kunnen worden wanneer je lichaam regelmatig voorzien wordt in alle essentiële aminozuren. Dat die aanwezig zijn in dierlijke eiwitten en dat jouw voeding dus bij naast groenten regelmatig dierlijke eiwitten moet bevatten en dan wel in intacte toestand. En dat zijn ze alleen wanneer ze niet verhit worden samen met suikers, om het herstel van jouw celmembranen mogelijk te maken en dus de verdeling van vocht in je lijf weer beter mogelijk te maken, afdrijving van afvalstoffen beter mogelijk te maken, een ongeremde celdeling van je vetweefsel kan voorkomen, kan voorkomen dat eiwitten nog meer in jouw lymfe raken, dat daar dus ook de consumptie van dierlijke eiwitten voor nodig is. Vandaag leer jij dat de lipiden en glycolipiden waaruit jouw celmembranen zijn opgebouwd enkel hersteld kunnen worden wanneer jouw cellen voorzien zijn in de essentiële vetzuren omega 3 en 6. Die zijn aanwezig in bijvoorbeeld vette vis, noten, zaden en pitten. Die vetzuren zijn meervoudig onverzadigde vetzuren met meerdere dubbele bindingen. Die dubbele binding die kunnen heel makkelijk kapot gaan wanneer ze blootgesteld worden aan lucht, licht en hoge temperaturen.
De consumptie van vette vis, notenzaden, pitten is dus heel belangrijk. Wil je je celmembraan herstellen, maar ga die dan niet verhitten of veel blootstellen aan licht. Wat leer je deze dagen? Groenten, dierlijke eiwitten en omega 3 en 6 vetzuren zijn nodig om schade ten grondslag aan uitheemmen te kunnen herstellen.